handjes? Nee! Zo goed als haarloos te zijn. Goedemorgen iedereen. Ik ben vandaag weer bij Laser & Co. in Balderberg. Want ik ga voor de 6e keer mijn laserbehandeling doen. Ik zie ja, echt heel veel verschil, maar na 6 keer begint je echt wel zo goed als haarloos te zijn. Ik heb echt op mijn armen en op mijn benen echt bijna geen haar meer. Mijn oksel is ook niet bikinilijn. Nog iets meer, maar daar heb ik wel best dik haar. Dus ja, ik ga nu voor de 6e keer. Céline is net aangekomen, zie ik. Dus we gaan naar binnen gaan. Zit erop. Nou, 6e keer is het gebeurd. En ja, we zijn allebei al zo goed als haarloos, hè? Ja. Woehoe! We gaan wel voor de zekerheid nog 2 keren doen, hè? Ja. Dus nog ja, de 7e en de 8e. Want het beste is toch als je 8 keren doet, dan heb je echt het beste resultaat. Dank u wel! Voet! Maar dat stinkt. Ja. Als je dat zo pas open doet. Ik heb broodjes. Spek. Nee, nee, handjes. Nee. Nee. Elieke, kom. Die denken, broodjes spek of wat? Ik ben terug thuis ondertussen. Ik heb nieuwe tulpjes meegebracht. Die waren afgeprijsd. Want er stond op weggooien is zonde. En ze zien er nog wel mooi uit. Die waren nog maar 1 euro. Dus ik dacht, I'll take them. Want dit zijn mijn Valentijnstulpen. Zien er niet meer zo mooi uit. En mijn boeketje van op de White Dinner. Dus die twee ga ik wegdoen. En dan ga ik er nieuwe tulpjes in zetten. Ik heb ook nog van alles in de Albert Heijn gekocht. Wat ik ga uitpakken. En ik heb dit soeppakket nog eens gekocht. Pastinaaksoep. Daar hebben we alles gemaakt in... Toen in het natuurhuisje een hoefalize, maar toen hadden we geen mixer. Dus ik dacht, ik ga dat nu nog eens maken, maar dan wel met mixer. Hé, Milky? Ja. Lekker, hè? Hè? Vind je dat ook lekker? Ik heb ook snoepjes voor jullie. Ja, dat kennen jullie wel, hè? Kennen jullie wel, hè? Minikes. Ik heb trouwens bij de Albert Heijn al deze moestuintjes dingen gekregen die je kunt planten. Ik heb 1 zonnebloem. En 3 radijsjes. En 2 jaar geleden heb ik zo'n kruidentuintje gehad bij mijn thuis. En ik vond dat super leuk, dus ik wil dat nu weer doen. Alleen heeft dat toen echt niet heel lang overleefd. Ik denk een dikke maand of zo. Toen was ik op vakantie, dus toen was dat dood. Maar als jullie tips hebben, zeker zo voor dingen als radijsjes en zo, dat heb ik nog nooit geplant. Ik wil dat sowieso in een aparte grote bloembak doen en daar alles in planten, zo'n hele grote. Maar laat mij weten hoe ik dat het best kan aanpakken als jullie daar tips en tricks voor hebben. Want ik wil heel graag deze zomer weer een moestuintje en ik denk dat ik daar dan rond deze periode wel aan ga moeten beginnen met al te planten. Laat mij dat weten als jullie tips en tricks hebben, ik ben heel benieuwd. Sheldon, is dat leuk? Is dat leuk? Genoeg. Het eten is klaar. Ik heb een curry gemaakt. Curry met kip, rijst. Groenten zijn paprika, courgette, champignon, ajuin, tomaatjes. En dan ga ik er koriander bovenop doen. Smakelijk. Oh, dat lijkt lekker. Ik hoop dat het lekker gaat zijn. Smakelijk. Ja. Smakelijk, schatje.
dames werken aan zijn auto. Dus ik maak er gebruik van om een masker te doen. Een peel-off masker, fel oranje. Plus ik heb ook een masker in mijn haar gedaan. En die ga ik morgen vroeg uitwassen. Ik zal ook laten zien wat ik erin heb gedaan. In mijn haar heb ik eerst Gizou Honey Infused Hair Oil gedaan. En dat dit maskertje van Schwarzkopf. En op mijn gezicht heb ik dit. Maskertje 1 is eraf. En zoals jullie kunnen zien, masker... Sorry, de tv. Ik zal hem even op pauze zetten. Want anders verspringt dat licht de hele tijd. En dus maskertje 1 is best zowel een hevig masker. Dat trekt zo alle dode huidcellen van uw gezicht en maakt uw poriën leeg. Dus nu ga ik nog een hydraterend maskertje doen. Ik ga dit doen van Earth Kiss Million Year Clay Facial Revitalize Bamboo Sheet Mask. Dat ziet er zo uit. Dat heb ik gekregen een tijdje geleden. En eens kijken wat erop staat. Dus balance, to balance energy for optimal vitality of skin and soul. Het moet er 15 à 20 minuten op blijven. En dan moet je het afwassen. Oké, super leuk. Deze ga ik nu doen. Voilà, het zit erop. Kei mooi. Het valt eigenlijk nog wel mee. En nu ga ik wat tv kijken. En ondertussen ga ik mijn Ben & Jerry's vegan fudge eten. Perfecte avond. Sam is thuis gekomen. Ik ben benieuwd wat hij gaat vinden van mij. Hey baby. You're back. Oh. Ik kan het nog gaan halen. Wat de? Dat hè. Ah, fudge. Ik zie het niet pas. Had je dat nog niet gezien? Mooi. Onnozeluid. Ja? Knap, ja. Vind je dat mooi? Wat ben ik aan het doen? Wat moet dat doen? Dat is een maskertje, een hydraterend masker. Ah, hydrateren. Ja. Ah. Vind je het mooi? Ja, speciaal. Wil je graag ook eentje? Nee. Ik kan niet zo heel hard lachen, want dan heb ik schrik dat dat afvalt. Je ziet er als een bunny uit. Ja, dank u. Is het goed gelukt met uw auto? Yes. Ja? It's in. Werkt het goed? Dat is goed. Bij. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Hier zitten we dan, hè. Hier zitten ze zo. De club van de laptops. Allebei nog volle bak aan het werken. Soms nog redelijk wat opdrachten aan het doen. Ik ben nog vlogs aan het monteren en nog wat voor het werk aan het doen. En ik denk dat het wel tijd is geworden dat we direct gaan slapen. Denk het ook. Het is 10:30. En ik wil vandaag echt vroeger gaan slapen. Mm-hmm. Want ik ben nog niet echt bijgeslapen van het weekend van de versus. Dus ik moet vroeger gaan slapen. En we gaan eerst nog de comment of the day doen. En de comment of the day vandaag is van Nathalie. En Nathalie reageert met haar account Girls and Bags. Voor degenen die Nathalie trouwens niet volgen, Nathalie vlogt ook. Dus ga haar zeker vloggen. Ga haar zeker volgen. Ze maakt echt superleuke vlogs. Ze heeft een Engels kanaal en een Nederlands kanaal trouwens. En Nathalie zegt op de vlog van ons kantoor: oh, dikke proficiat, girls. Gaat super tof zijn om in jullie kantoortje te werken. Dankjewel, Nathalie. Gaat echt wel tof zijn. Dat gaat zo'n verandering zijn. Dat gaat heel anders zijn. Ja, vanaf donderdag kunnen we erin. Ja, voor mij gaat dat op zich niet heel veel veranderen, denk ik. Want ik ga nu al elke dag naar Céline thuis, eigenlijk. Maar ik denk dat voor Céline wel de grootste verandering gaat zijn. Want die is dus elke dag thuis. Is het niet meer een thuisomgeving, maar ja, zo'n werk. Ja, en die gaat wel naar het kantoor moeten gaan elke dag. Ja.
Ik ben al een beetje gewoon. Oké, ik ga dan ook wel naar Celine thuis. Dat is nog iets anders, maar toch, hè. Kunt je stoppen met werken, ja? Dank je. Nee. Alcoholic right here. Nee, maar alleszins heel hard bedankt, Nathalie. En iedereen trouwens voor de leuke comments op ons nieuwe kantoor. Is echt super tof. Dankjewel. Wij gaan ook de vlog afsluiten voor vandaag. Want we gaan slapen. Ik ben moe, ja. Ik ben ook wel echt heel moe. Ik hoop dat ik goed kan slapen, want ik heb deze nacht heel slecht geslapen. Maar het zal wel oké zijn, denk ik. Oh nee, je doet me. Yes. Ook gapen. Dat betekent dat ik je sympathiek vind. Ja, dat is waar. Gelukkig maar. Gelukkig, hè. Slaap wel, iedereen. En wij zien jullie morgen.